Dat was eigenlijk vooral genieten. Want ik 5 maanden niks heb gedaan, of weinig tot niks. Dus ik was wel weer blij dat ik een wedstrijd kon spelen. Vooral dat het aardig ging. Het is goed voor de fans ook om te zien dat je niks qua scherpte hebt ingeleverd. Nee, hij zat er goed in, hè. Volgens mij kreeg ik de bal van Toefan, het rijden open, 1-2 met Alex. Ik kreeg hem mee en schoof hem binnen. En dan ben je natuurlijk blij dat je scoort. Het is mijn eerste goal na 5 maanden, dus ja, dat geeft een lekker gevoel. Sowieso als je scoort is het wel een heerlijk gevoel. Hoe was het verder met je? Ben je 100% vrij in alles wat je kunt doen of zit er nog een soort van rem op? Nee, ik ben 100% vrij. En vanaf dat moment dat ik zeg maar 100% vrij was, is ook besloten dat we wedstrijden konden gaan spelen. En nee, ik voel me 100% vrij en ik doe gewoon wat ik kan. Op intuïtie. En het is niet dat ik met de remmer op speel, anders had ik vandaag niet gespeeld. Ik nam de bal mee en ik denk ik ren gelijk door. En hij was helemaal laat. Volgens mij wist hij ook wel dat hij het niet kon halen. En de bal was al weg. Dus daardoor werd ik een beetje boos. Schoppen kan je altijd krijgen, maar dit was voor mijn gevoel naschoppen. Maar ik moet nog even terugzien. Misschien was het helemaal geen naschoppen. Ik had er wel rekening mee gehouden. Ik weet dat de Jupiler League is vooral strijd en vechten, maar wat ik al zei, ik heb er geen moeite mee. Als die te laat is, dan heb ik er geen moeite mee. Maar dit was voor mijn gevoel gewoon natrappen. Dus, dat kan ik niet hebben. En 45 minuten wordt er dan besloten om te wisselen. Dat is van tevoren afgesproken, neem ik aan, de vaste pijp leeg. Nee, 45 tot 60. Maar 45 vond ik wel goed. Hoe heb je de wedstrijden van PSV 1, hoe heb je dat beleefd op de tribune? Nagelbijtend waarschijnlijk. Ja, moeilijk. Heel moeilijk natuurlijk. Het is sowieso moeilijk als je team verliest en je kan niks doen. Maar daarna heb ik wel geaccepteerd dat het voor mij beter was om even rust te houden. Het was wel moeilijk, maar ik ben er goed doorheen gekomen. Wanneer kunnen de fans je weer op het wedstrijdformulier bij het eerste verwachten? Ja, als het aan mij ligt zo snel mogelijk, maar de trainer is nog altijd degene die bepaalt. Dus ik zie het wel. Ja, mijn taak was eerst om fit te worden en nu zoveel mogelijk wedstrijden te spelen. En aandeel te hebben in hetgene wat we willen bereiken, Europees voetbal.